gaan we naar trend nummer 2. Het lijkt een beetje op de vorige aflevering van Tech Talk, waar we het over datagedreven onderwijs hadden. Maar nu gaan we het wat breder trekken en dat wordt nu in de volgende 40 seconden even samengevat. De digitale wereld versmelt steeds meer met de fysieke wereld om ons heen. En met die ontwikkeling neemt de hoeveelheid data die we als samenleving genereren drastisch toe. Dit jaar stroomt er 600 miljard gigabyte aan data door het internet. Ook in het onderwijs wordt er steeds meer digitaal gewerkt. De data die hierdoor gegenereerd wordt, kan waardevolle informatie bevatten waarmee we het onderwijs persoonlijker, effectiever en inzichtelijker kunnen maken. De technologie van datagedreven onderwijs heeft drie componenten die nauw met elkaar samenhangen. Learning analytics, adaptief digitaal leermateriaal en de persoonlijke leeromgeving. Daarbij is learning analytics de motor en de twee andere technologieën maken op verschillende manieren gebruik van die motor. Door slim gebruik te maken van grote hoeveelheden data wordt het veel gemakkelijker om patronen te herkennen en problemen te identificeren. De plek die data en de analyses hiervan in ons onderwijs gaan innemen staat zeker nog niet vast. Er is ontzettend veel mogelijk, maar er zijn ook grote uitdagingen. Goed, datagedreven, learning analytics, moeilijke woorden. En daarom hebben we twee experts hier die daar van alles over weten. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Koen Strauss en Han van der Maas. Welkom heren, welkom. Koen, jij bent van Dedact. Jullie hebben educatieve software waar van alles geanalyseerd wordt. Han van der Maas, je bent ook wetenschappelijk directeur, ook bij een aanbieder van educatieve software. Maar je bent ook hoogleraar psychologie. Ja. En daar heb je een team dat dus, waar je allerlei analyses doet over hoe kinderen leren en dan weer terugvoedt naar je programma. Korte definitie, learning analytics. Wat is dat? Learning analytics is, het basisidee is dat je het leergedrag van kinderen via de computer laat verlopen. Daardoor krijg je de data binnen. En die data kan je gebruiken om te analyseren hoe kinderen leren. Dat kunnen we zowel inzetten in het onderwijs, wat is eigenlijk de eerste doelstelling van learning analytics. In mijn persoonlijk geval zetten wij het ook in het onderzoek. Dus wij gebruiken ook al die data om onderzoek te doen naar ontwikkeling van kinderen. Ja, oké. Okay. Om het een beetje concreet te maken, heb ik de heren beide gevraagd, stuur wat screenshots van hoe dat er nou uitziet. Rekentuin, hè? Dat is waar jij ook voor werkt, of meewerkt? Ja. Wat van jou is, dat kan je misschien ook wel zo zeggen. Dat ziet er dan zo uit. Dus een tuin, daar kunnen de kinderen klikken en rekenen. Hoe werkt zoiets? Nou, Rekentuin is een website voor kinderen. Ze komen zo binnen op een tuin, daar hebben ze plantjes. Elk plantje is een spel. En achter elk spel zit een databank van items, noemen we dat. Dus een heleboel opgaves. En die worden adaptief aangeboden. Dat wil zeggen, er zit een hele makkelijke opgave in. Bijvoorbeeld optellen 1 plus 1, tot en met heel moeilijk. En iedereen kan het spelen. Jonge kinderen kunnen spelen, maar iedereen in de zaal kan het ook spelen. Want het past zich voortdurend aan het niveau van de speler. Ja. En daardoor kan iedereen eigenlijk oefenen op zijn niveau. En dat is een cruciaal idee achter adaptief leren. Okay. En daarmee verzamelen we ook al die data. En het systeem organiseert zich vanzelf. Dus ook al die opgaven, hoe moeilijk ze zijn, worden weer bepaald door het gedrag van de kinderen. Oké. Okay. En volgende scherm dan zien we dit is wat de leerkracht dan te zien krijgt. Dus allerlei scorers, grafiekjes en zo, wie wat doet. Ja, er zijn dus drie gebruikers. De kinderen kunnen dus op deze manier goed oefenen. Leerkrachten krijgen allerlei informatie. Ze zien per kind wat de zwakke en sterke punten zijn van het kind. Ze kunnen ook per domein zien dat bijvoorbeeld de hele klas niet zo goed kan klokkijken. Dat is allemaal relatief ten opzichte van leeftijdsgenoten. Ze kunnen ook inzoomen en dan kunnen ze kijken naar de ontwikkeling van kinderen. Dus hoe die ontwikkeling plaatsvindt, hoeveel ze spelen. En ze kunnen zelfs inzoomen op somniveau. En op somniveau kunnen ze echt zien van wat zijn de specifieke zwakke sommen van kinderen, wat zijn de sterke sommen. En op basis daarvan eigenlijk besluiten of het tijd is om bepaalde specifieke instructies te geven. Oké, nog een plaatje daarvan. De statistiekfabriek. Dat maakt het allemaal wel heel gezellig. Geen rauwe getallen, maar dat soort dingen. Ja. Hey, Koen, bij Dedact hebben jullie ook zoiets. Jij bent van basisonderwijs en jij van het voortgezet onderwijs. Ja, dit is voortgezet onderwijs. Dit is hoger onderwijs zelfs, maar goed. Ja, oké. Okay. Ja, maar goed. Ja. LearnBeat, dat is in ieder geval het platform waar die dingen op draaien. Daar hebben we ook een paar plaatjes van meegenomen. Ja, nou, dit zie je dan als je begint. Aan de slag! Aan de slag. En het vervangt eigenlijk alles wat er nu in boeken staat. Dat zijn zowel de theorie als ook de opdrachten, de toetsen, de oefening, de woordenschat. Alles zit allemaal in het systeem. En de docent kan het volledig inzetten ter vervanging eigenlijk van boeken. Ja. En heeft daarmee volledig inzicht in wat de leerlingen doen. Hij kan op basis daarvan ook interveneren bij verschillende leerlingen. Het systeem geeft vervolgens aan de leerlingen eigenlijk adaptief
extra oefening op die hiaten waar ze niet goed in zijn. Ja. En waar ze goed in zijn, extra uitdaging. Ja. Tekstplaatjes verder nog? Ja, dus als je het hebt gepresenteerd leren, hier zie je de voortgang. De docent kan altijd zien, dat is echt inzicht. Kleurenbolletjes. Ja, wat doen de leerlingen? En dan kan hij dus per leerling kijken van wat heeft hij gedaan, hoe goed heeft hij gescoord, maar ook per opgave. Ja. En op basis daarvan heel snel dus eigenlijk ingrijpen of extra uitleg geven. Of dingen doen. Okay. Die namen die erbij staan, die zijn fictief. Hè? Fictief, ja. Oh ja, want ik heb een privacyprobleem. We hebben geen schoolklas. Oké, okay, tot slot deze. Ja, dus scoren minuten opgave. Dit is wat je zelf te zien krijgt, neem ik aan. Dit is de leerling. Dus die is weggevallen beneden. Hij staat van wat ging er eigenlijk goed. In deze lesweek, deze onderwerpen heb je onder de knie. De persoonsvorm, het leidend voorwerp, dat begreep je. Maar zinsdelen kan je nog niet, bijvoorbeeld. Dus dan drukt hij, hij ziet hoe lang die, wat zijn score is gemiddeld. Hoe lang die heeft geoefend. En rechtsboven klikt hij en dan krijgt hij zijn adaptief op zijn eigen niveau. Extra oefening, extra uitleg. Oké. Okay. Voor welke vakken kun je dat spul voor jullie gebruiken? We hebben een heleboel vakken. Nederlands, biologie, geschiedenis, economie, studiebegeleiding. Okay. En we bieden het ook aan andere uitgevers. En dan zeggen we ook echt van, nou, we stoppen het erin. En dan kunnen we het in één keer helemaal digitaal maken in dat leersysteem. Okay. Hoeveel gebruikers heb je ongeveer? Ja, ongeveer 10.000. Ongeveer 10.000. En hoeveel hebben jullie? Ongeveer 1.000 scholen. Ongeveer, wij hebben ongeveer 1 miljoen sommen per dag. Worden er gemaakt. Ja. 1 miljoen sommen per dag? Ja. Dat is nogal heftig. Wat kun je daarmee? Want het is natuurlijk wel leuk. Hè? Normaal verdwijnen die papiertjes ergens weg en niemand kijkt er meer naar. Maar dan kun je dus analyseren. Ja, je kan analyseren. Nou, deels is het dus terugkoppeling aan leerkrachten en leerlingen. Dus verbetering van onderwijs. En deels is het dus wetenschappelijk onderzoek, zei ik al. En nou, recentelijk hebben we artikelen gepubliceerd over hoe kinderen leren tellen. Heel bazaal. Onze simpele spelletjes gaan over tellen. En dat zijn wetenschappelijke vraagstellingen over of kinderen de eerste 3 getallen eigenlijk direct zien en pas daarna gaan tellen. Dat zijn wetenschappelijke vraagstellingen die we hiermee onderzoeken. Andere zijn van, ja, in welke volgorde leren kinderen nou eigenlijk sommen aan? Dus bijvoorbeeld in het onderwijs is de gewoonte om eerst tot 10 te tellen, op te tellen en dan tot 20 en dan tot 100. En wij zien bijvoorbeeld dat kinderen sommen als 80 plus 20 en 80 plus 10, maar 100 plus 100, allemaal veel makkelijker vinden als sommen als 8 plus 7. Dus dat is wetenschappelijk onderzoek wat direct terugkoppelt naar... in welke volgorde kinderen eigenlijk dingen zouden moeten leren. Zie je ook veel verschillen, dat je gewoon bepaalde leerstijlen kan ontdekken bij hun? Nou, wij kijken niet direct, we kijken wel enigszins naar leerstijlen, maar we zien vooral met name dat de individuele verschillen in het onderwijs heel erg groot zijn. Op de basisschool loopt ongeveer in ons systeem, loopt zeker 20% van de kinderen loopt minstens een jaar voor, of dus ook een jaar achter. En ongeveer 10% van de kinderen loopt zelfs 2 jaar voor in het rekenen. Ja. En dat is natuurlijk ook het grote probleem van het huidige onderwijs, zeker op basisschool, dat je zo'n ontzettend diverse groep voor je neus hebt staan. Ja. En dat je dat op een of andere manier moet bedienen. En daar ligt de grote uitdaging van het ICT wat dat betreft. Ja, want dit heet dan adaptief leren, hè? Dus dan kun je het weer een beetje aanpassen aan de verschillende niveaus van de kinderen, toch? Ja, en dat gaat wel op het onderwerp, hè? Dus dat is wat je hier ziet. Dus in bepaalde onderwerpen is minder goed gescoord. Maar het gaat ook om leerstijlen. Sommige leerlingen zijn beschouwers, die kijken heel lang naar een leertekst en kunnen dan 1 keer toepassingsvragen maken. Sommige leerlingen moeten echt zijn de kouwers, die moeten allemaal reproductievraagjes, eerste feitjes en dan pas kunnen ze dat gaan toepassen. Ja. Links auditief, die wil het zien, links wil het juist horen, pardon. En leerlingen zijn visueel, die willen het juist zien. En daar zijn altijd maar verschillen in hoe je het naar je toe wil krijgen en eigenlijk voorgeschoteld krijgt om de optimale oefening te krijgen. Maar als zo'n klas met 32 leerlingen zijn het soms, hè? Ja. Als ze allemaal hun eigen weg gaan, hoe kan een docent er nog een beetje overzicht houden? Gaat hij alleen maar naar het tabelletje zitten staren? Of? Ja, je hebt een hele lesweek eigenlijk en er zitten nog steeds de standaard. Iedere docent heeft zijn eigen manier van lesgeven. Een stukje uitleg, een stukje klassengesprek. Vervolgens gaan leerlingen wat oefeningen maken, ze gaan de theorie bekijken. En pas op een bepaald moment, als dat duidelijk is waar iedereen staat en gaat, dan pas ga je... differentiëren. Ja. En de docent heeft altijd inzicht in van hoeveel is er gemaakt, waar zijn de leerlingen mee bezig. En kan eigenlijk heeft meer controle eigenlijk dan dat hij lineair met z'n allen door die vragen heen gaat. Ja. Want dan zit er 10 uit het raam te staren en 10 snappen het niet. Ja, okay. Ja, daar ben je het mee eens? Ja, ik denk het wel. Nou, ik denk zelfs dat het als het gaat om rekenen en taal in het basisonderwijs, dat je nog wel een stap verder kan gaan. En tot je een hele grote groep leerlingen echt wel los kan laten met behulp van digitale leermiddelen. En tot die eigenlijk vrij zelfstandig. Met goede oefensystemen en goede online instructiesystemen het rekenen grotendeels zelfstandig kunnen leren beheersen. Nee, en dan kan je het gewoon loslaten. Nee, ik wil even iets checken bij het publiek. Er zitten natuurlijk veel mensen uit het onderwijs, maar ook mensen die er onderzoek naar doen of dat soort dingen. Als u dit nou zo hoort, hè, zo'n persoonlijke leeromgeving waar dingen aangepast worden en zo. Denkt u dan van, als je dat doet, dan heeft de leraar meer tijd... voor individuele leerlingen om ze te begeleiden en de grote groep gaat gewoon hun eigen weg? Of denkt u B,
Nou, ze gaan alleen maar naar die schermen zitten kijken, dus er is helemaal geen persoonlijk contact meer. Ze hebben juist minder individueel contact met elkaar. Het kan ook zijn dat u zegt, C, dat gaat gewoon helemaal niet werken, maar die doen we even niet. Goed, wie is er voor A, dat u zegt van met adaptief leermateriaal heeft de leraar meer tijd voor individuele gesprekken? Wie is daar mee eens? Eens even kijken hoor. Ja, jullie natuurlijk wel, hè? Nou, iets meer dan de helft. Nou, de B dan, hè? Door dit soort programma's heb je juist minder tijd voor individuele gesprekken. Wie vindt dat? Oh, wij twee. Nou, dan gaan we straks nog even een biertje drinken met elkaar. Ja, ik wil er op zich wel graag op reageren. Kijk, het is wel zo dat deel van rekenen wat wij doen, is echt het basale rekenen, het automatiseren, een aantal basisconcepten, het hoofdrekenen. Rekenen is veel meer dan dat. Dus ik heb wel de hoop dat kinderen eigenlijk efficiënter via dit soort middelen de basisoperaties kunnen leren. En dat je daarna wel tijd wint voor allerlei leuke, wiskundige rekenopdrachten die het liefst wat mij betreft met de hele klas doet. De stoeptegels op school tellen, al dat soort opdrachten, die moeten vooral, ik hoop eigenlijk tijd te winnen voor dit soort achteropdrachten. Ja. Het rekenonderwijs kan rijker als juist dat basisdeel sneller en effectiever wordt aangeleerd. Okay. Ja, misschien ben ik dan een oude lul hoor, maar ik heb dan soms een idee als je een kind een computer geeft, er gaat meteen van alles mis, weet je, update, of ze gaan toch een route bewandelen die je niet bedacht had. Ja, of nou. ze gaan nog wel iets heel anders mee doen. Ja. En dat leidt af, weet je wel. En dan zitten ze op een tablet en een Facebook-likeje komt binnen. En dan schakelen we weer over en voor het weet zit iedereen gewoon als een haas in de naderende koplamp in het scherm te kijken. Kom eens kijken, zou ik zeggen. Ja, maar de praktijk is anders. Ja. Ja, en het blijft ook, het is niet individueel leren, het is gepersonaliseerd, maar het is in een groep en in een community van een klas waarin de docent telkens zegt van nu gaan we deze opdrachten doen, deze werkvormen. En uiteindelijk is het niet zo dat een leerling in zijn eentje naar een scherm zit te staren. Ja. Dus het is niet altijd alleen maar naar zijn boek zit te kijken. Nee. Oh ja, je zei in het begin ook van je krijgt vaak ook met z'n tweeën één tablet, hè? Dus dan kunnen ze samen een beetje erover kletsen wat je... Of is het de invuloefening die we net zagen, moet je wel echt alleen doen? In je eentje, ja. Dat is wel het idee. Dat zijn groepsopdrachten natuurlijk. Maar in principe werk je vaak in je eentje. Ja, okay. Ja. Goed, tot zover de persoonlijke leeromgeving. Maar achter de schermen kunnen we natuurlijk alles mee te vergelijken en dat soort dingen. Wat doen jullie er allemaal mee? Ja, er zijn op het niveau van de lescontent, dus de lesinhoud, kunnen we heel goed zien van hoe wordt gescoord op bepaalde onderdelen. Dus per vraag eigenlijk, op vraagniveau. Hoe lang doen leerlingen erover? En ook welke route is de meest optimale om de leerdoelen te behalen? Ja. En leerlingen hebben eigen profielen en op basis van de juiste profielen kan je dan eigenlijk steeds beter, het algoritme leert zichzelf. We krijgen ongeveer 100.000 antwoorden per dag binnen. Kunnen heel goed kalibreren naar de optimale route per leerling eigenlijk. Ja. Maar dat is leuk voor de leerling, maar jullie zijn ook een soort nieuwe uitgever in die zin. Ja. Vroeger dan verkocht je een stapel boeken en dan keek je naar de verkoopcijfers van vorig jaar, wat we komend jaar dan misschien iets meer moeten aanschaffen of niet. Ja. Nu kun je gewoon real-time meekijken, wat werkt en niet. Hoe ver gaan jullie erin? Ja, dat gaat zowel in heel veel samenwerken met leerlingen en docenten in van wat is nou de beste manier, wat mis je nou aan inhoud, maar ook aan gebruiksvriendelijkheid van het hele platform. Maar het is ook op metadata niveau van deze opdrachten zijn dus niet effectief genoeg om de leerlingen te halen, duren te lang, is te verwarrend, goede leerlingen maken de opdrachten niet goed, dus dan is misschien een ambigu antwoord. Dus op basis van kan je continu kalibreren en eigenlijk steeds meer verfijnen en verbeteren en updaten aan de actualiteit. Ja, ja. Maar het is tegelijkertijd ook een soort marktonderzoek dus. Ja, dat is het, ja. Want wat is het businessmodel? Je krijgt een licentie voor zo'n gebruiker? Of? Ja, voor het leerplatform en met content betaal je dus voor de content ook. Ja, ja. En werkt dat voor jullie beter dan boeken verkopen? Als je het gewoon puur bedrijfseconomisch bekijkt? Uiteindelijk voor uitgevers op de lange termijn. Sommige uitgevers hebben natuurlijk nu een bestaande markt die ze moeten beschermen. Ja. Maar uiteindelijk is een licentiemodel waarin je zegt jaarlijks verkoop ik een licentie aan gebruikers die ieder jaar kunnen switchen naar een andere uitgever. Veel beter dan een systeem waarin je boeken in een markt schuift en 6 jaar lang eigenlijk geen inkomsten als uitgever krijgt. Nee. Omdat het via een verhuursysteem door boekhandels wordt verhuurd. Okay. Ja. Nou, bij jullie werkt het waarschijnlijk voor leswijze ook zo, maar jullie doen nog iets extra's. Jullie psychologisch team analyseert. Ja. Het is een beetje proefkonijnen zijn de kinderen dan natuurlijk. Ja. Maar hoe ver gaan jullie daarin? Dat je iets nieuws bedenkt en dat je denkt van nou, laten we dat eens even het programmaatje veranderen. Ik noem maar wat. De kleur blauw maakt kinderen rustiger, waardoor ze makkelijker leren dan rood. Ja. Nou, dan gaan we eens even testen. Nee, kun je zo ver gaan? Ja, zo ver kunnen we gaan. En dat willen we ook doen. Daar zijn we eigenlijk net mee begonnen. Tot nu toe deden we het eigenlijk vooral op basis van de binnenkomende data en gingen we dat achteraf analyseren. Nu gaan we veel meer ook zeggen van, we veranderen bepaalde aspecten van het programma. We
bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad. Wat is de ideale moeilijkheidsgraad voor kinderen om adaptief te leren? En dat zetten we dan gewoon random aan voor bepaalde groepen kinderen. Dus een dubbelblind experiment voeren we op die manier uit. Dat doet Google trouwens ook de hele dag met ons. Ja. En op die manier verzamelen we echt evidence-based data over onderwijsmiddelen. En dat is heel moeilijk in de praktijk. En dat kan op deze manier eigenlijk op een hele makkelijke manier. Ja, je meet gedrag, hè? Geen meningen. Gewoon feitelijk gedrag kun je peilen. Ja. En je kan dus voldoen aan alle eisen van echt experimenteel onderzoek, van dubbelblind, gerandomiseerd. Dat zijn dingen die we eigenlijk heel makkelijk zo kunnen uitvoeren. Die normaal in het onderwijsonderzoek heel moeilijk zijn te realiseren. Maar het zijn wel persoonsgegevens en nogal gevoelige persoonsgegevens. Ja. En je zag net gewoon een jongetje die gewoon continu slecht scoort of dingen niet doet. Ja, als je dat ziet als derde, dat mag helemaal niet, toch? Of, maar nee, wat wij doen is alles op metaniveau geanonimiseerd. En het gaat om de gemiddelde, het gaat om de metadata. Dus je gaat om heel veel data zeggen, dit is de gemiddelde, dit is de standaard deviatie. Maar wie daarachter hangt is verder niet. Hè. We krijgen duizenden antwoorden op één vraag. Ja. En uiteindelijk is het de docent die als enige inzicht heeft in wat de leerling doet. En dat heeft hij nu ook. Ja. Omdat hij nu in zijn schrift kan kijken of in zijn agenda. Ja. Nee, wij scheiden dat ook heel nadrukkelijk. Dus zodra data wetenschappelijk worden geanalyseerd, dan gaan alle persoonsgegevens eraf. En dat moet je heel duidelijk scheiden. En er zijn allerlei makkelijke manieren om dat ook voor elkaar te krijgen. En, maar goed, elk bedrijf die dit soort dingen doet, moet daar natuurlijk zeer nauwkeurig op letten. Ja. De docent zelf, die vindt het natuurlijk ook wel heel erg interessant. Wat zijn daar een beetje de grenzen? Want ja, je kan bijvoorbeeld zien wanneer iemand zijn huiswerk maakt. Het blijkt een jongetje die zit om 12 uur 's nachts zijn huiswerk nog te doen. Ja. Dat kan een docent zien. Ja. Of mag dat niet? Hij kan zien of leerlingen het overschrijven van elkaar. Want hij ziet opeens dezelfde antwoorden. Oh, je kan bij een toets ziet hij als leerlingen naast elkaar zitten en allemaal dezelfde antwoorden hebben gegeven. Ook wat er gebeurd is. Nou, dat mag wel, lijkt me. Ja, en maar wat zijn daar de grenzen? Wat mag een docent wel en niet aan data's inzien? Nou, bij ons kunnen ze eigenlijk alleen zien. Nou, ze kunnen wel zien hoeveel een kind bijvoorbeeld deze week heeft gespeeld. Nou, dat soort zaken kunnen ze zien. Ik denk niet dat dat heel bezwaarlijk is. Nee. Inzet is ook belangrijk om te zien opeens als docent, een leerling heeft heel veel gedaan. En dat heeft hiertoe geleid. Ja. Ja, en dan gaat het om scores en dat ziet hij nu ook. En nu ziet hij al voordat er een toets plaatsvindt. Vaak is het, als de toets is geweest, is het eigenlijk te laat om nog te zeggen van nu kan ik als docent gaan ingrijpen. Nu ziet hij al tijdens de lesweken dat leerlingen achterblijven. Maar zou je het ook kunnen omkeren? Dat je zegt van nou ja, als je toch real-time alles meet, waarom gaan we dan nog toetsen? Ja. Nou, dat is ook zo. Kijk, met dit soort systemen die wij ontwikkelen, meten we eigenlijk elke dag. En als je elke dag meet, vervalt de noodzaak tot toetsen. Ja. En dat is ook wel een trend die langzaam maar zeker, met de tijd dat de waarde van ons oefensysteem toeneemt, het meetsysteem, vervangt dat op termijn alle toetswerk. Dat is wel een trend. Ja, de analyse die je net ook zag op een van die schermen. Een docent heeft bij een rapportvergadering ook echt iets te melden. Omdat hij heel veel inzicht heeft. De leerling heeft zoveel gedaan. Hij heeft hierop gescoord. Hij snapt reproductie wel, maar inzicht niet. Ja. Dus hij kan zich op niveau, ten opzichte van de klas, ten opzichte van landelijk. Dus het helpt de docent ook om de leerling beter te beoordelen. En die ouders die kunnen die data natuurlijk ook inzien. Dus die kunnen precies zien bij ons niet. Nee, dat hebben veel scholen liever niet. Dat zouden we technisch eigenlijk wel kunnen doen. Ja. Het is wel zo dat ook ouders kunnen een abonnement nemen, dan kunnen ze het wel zien. Maar op dit moment houden wij dat gescheiden. Dus leerkrachten kunnen het aan ouders laten zien, maar op dit moment hebben wij dat nog niet gedaan. Ja. Maar dat is wel een beslissing die je zou kunnen nemen. Ja. Oh, ik zie allemaal vragen in de zaal. Ja, sorry, ik sta zo druk te kletsen. Ja, jij heeft een reactie? Kom wel even naar u toe, hoor. Hoi. Hallo. Ja, ik heb de vraag of de leerlingen weten dat ze zo bekeken worden en gemeten en gecontroleerd, et cetera. Want in feite is het toch een vorm van onderzoek. En onderzoek moeten eigenlijk proefpersonen altijd toestemming voor geven. Dus ik vind het in die zin een beetje discutabel. Maar ik weet niet of daarover nagedacht is. Nee, maar van wel. Er is over nagedacht, ja. Nee, wij moeten als universiteit voldoen aan een hele reeks van voorwaarden voor wetenschappelijk onderzoek. En toestemming van gebruikers, ouders, scholen is het eigenlijk maar een noodzaak. Dus dat doen we ook. Scholen en ouders geven toestemming voor het gebruik van de wetenschappelijke gegevens. En gebruikers en ouders kunnen ook aangeven dat ze het niet willen hebben. Dus dat kinderen wel gebruik maken kunnen van het systeem, maar dat de data niet gebruikt mogen worden voor verder onderzoek. Er is dus keuze. Maar is dat opt-in of opt-out? Hè? Is dat zo van, we verzamelen het, tenzij we zeggen dat het niet mag? Of moet je vooraf toestemming geven van? Nee, je kan, bij het aanschaffen kan je aangeven of je dat wel of niet wil, maar normaal staat het kruisje uit. Oké. Okay. Dus je moet opt-out, zeg maar. Oké, okay. En hoe zit dat bij jullie? Is het opt-out of een opt-in? Nou, we gebruiken het zeg maar voor de docent, die data. Ja. En de leerlingen weten, en ouders weten dat heel goed, want dat is ook een gedeelte van de meerwaarde. De docent spreekt een leerling direct aan en zegt van, je hebt een flauwekul antwoord gegeven.
Verbeter het maar even. Ja, ja. Oké. Okay. Nog even over die hype cycle. Hè. Dit is iets dat wordt nu her en der gebruikt. Hè. Je noemde een aantal getallen. Waar zitten we een beetje in deze trend? Is dit iets wat nu echt, ja, zullen we zeggen, breed gebruikt wordt? Is dit een toekomstbeeld? Of is dit eigenlijk de eerste tekenen van iets veel groters wat er later aankomt? Nou, ik denk dat het allemaal nog veel groter wordt. Ik denk wel dat we nu met een heel groot aantal bedrijven, scholen, instanties bezig zijn met dit op de kaart te zetten. En dat is een hele brede beweging eigenlijk. En ja, dat gaat heel snel, maar nou, om een voorbeeld te noemen, op de basisonderwijs gaat het er wel om dat iedereen, dat werd net genoemd als trend 1, iedereen moet wel een eigen apparaat hebben. Nou, dat is in de basisscholen nog lang niet het geval. Op de voortgezet onderwijs zit het veel beter. Ja. Maar ons systeem loopt nu echt tegen de grens aan van punt 1, er zijn niet genoeg tablets of laptops op scholen. Okay. En daar ligt gewoon een keiharde beperking. Dus bij ons systeem kan ze pas bewijzen op het moment dat alle basisschoolleerlingen elke dag zo'n apparaat tot hun beschikking hebben. Ja, je hebt natuurlijk altijd achterlopers. Ja. Dus, ja. Dus daar hangt er nog een beetje vanaf. Nou, ik vermoed dat straks iedereen een tablet heeft, maar over 10 jaar is het weer iets heel anders. Nee, dan hebben we polsbandjes, Google Class en weet ik wat allemaal. Ja. Maar in ieder geval Learning Analytics is een blijvertje. Ik denk het zeker. Lijkt me wel, hè? Goed, nou hartelijk dank. Koen Strauss. Dankjewel. En Han van der Maas. Dankjewel. Go.